Hey kijkers, oh, de webcam zit daar. Ik zet hem even hier neer. Hi kijkers van Gaming met GV, welkom bij een nieuwe aflevering van David's Minecraft avontuur. Waarom heb ik geen shirt aan? Dat is een goede vraag. Waar is het ding? Oh, hij hangt achter mij. Dat heeft gewoon te maken met dat het fucking warm is. Ja, en dat ik toch verder wil gaan met opnemen. Ik heb, zoals je ziet, 11 enderpearls. Hoppakee. Heb ik net in een nachtje verzameld aan de andere kant daar zo. En ik ben er heel blij mee. Betekent dus dat we nog 12 levels moeten hebben. Wij moeten nog wat blaze powder hebben. Alleen, het probleem is, en daar kwam ik achter. Oh, grapjas. Ik heb helemaal geen kobbel. Ik moet even wat gaan hakken. Ik moet blaze powder hebben. En als ik blaze powder heb, dan kan ik Eye of Ender maken. Alleen, ik ben dus al die tijd van mij helemaal totaal geen blaze tegengekomen. Dus ik heb nog steeds geen Nether Fortress gevonden. Super kut. Ik weet het. Maar goed, we gaan het fixen. Hoe zullen we dat gaan doen? Hoe zullen wij dat fixen? Zullen wij deze kant op gaan hakken? Goed, doen we dat. Wat hebben we namelijk nodig? Ik heb eigenlijk alleen maar kobbel nodig. Klinkt heel raar, maar kobbel kun je mee in de Nether redelijk veilig bouwen. Ik zit echt op een of andere klote eiland. Wat ik ook kan doen is een andere route nemen. Dus als ik zeg van, hey, ik open gewoon een, nog een... hoe heet dat ding? Ik open nog een Nether portal ergens. Maar ik vind, het moet kunnen vanaf waar je bent, toch? Dus we gaan gewoon verder. Lekker hakken, lekker hakken, lekker blijven hakken. Hakkenbar. Hey, Mattie, ik hoor een grieper. Nee, een zombie. Waar ben je dan? Nou, niet daar. Oké. Oh, kool, dat is niet de bedoeling. Nee, redstone is ook niet de bedoeling. Joh, ik hoor je nou wel heel erg hard, ouwe. Waar zit je? Laat zien. Waar ben je? Waar dan? Oh. Gevonden. Hey. Prachtig. Heel mooi grotje, maar... Zoals je ziet... Oh. Ik wou zeggen, er is niks te beleven, maar... Wacht even. Oh, waar sta je daar helemaal in je eentje? Wat zielig. Oh, kom eens. Oh. Holy fucking shit. Oh, ik krijg zo vaak gewoon een hartaanval van die fucking heksen. Waar de fuck kwam die bitch vandaan? Oh, mijn hart gaat tekeer. Ik schrok me kapot. Het is dat ze geen teringgeluid maakten, maar het had gekund. Ik schrok me echt het apenlazer. Elke keer witches gewoon onder in de berg. Elke keer weer. God damn it. Als je me een keer echt kapot wil zien schrikken, dan moet je een keer naar Kevin's kanaal gaan. Kevin Domes. Kicks Music. Of Kicks Games. Jesus Christ, daar ben ik echt helemaal... Ik sprong voor mij zo'n beetje van mijn stoel af. En dat was ook al redelijk, redelijk heavy. Ja. Waarom zit ik hier nog steeds te derpen? Oh ja, exact diamonds te zoeken. Ja, ik moet eigenlijk gewoon... Ik moet niet zo moeilijk doen. Ik moet gewoon doorgaan waar ik gebleven was. Kijk, want nou krijgen we dit soort shit weer. Hey Mattie. Hallo. Hij blaast zich liever daarop. Nou ja, prima joh. Kamikaze piloot. Ga jij maar lekker opblazen. Zolang die fucking heksen maar niet gewoon weer ergens random spawnen hier. Dat werd ik echt... Ik werd daar serieus naar van gewoon. In één keer, bam! Kutbeest. Er staat niks achter me, dat is mooi. Ja, wat hebben we nodig? Een beetje kobbel. Want ik was dus aan het vertellen, in de Nether kun jij heel makkelijk met kobbel bouwen. Want die stomme klotenbeest, die ghast, die mij constant van mijn bruggetjes afmappen. Die kunnen daar niet op een of andere manier doorheen. Super chill, maar dat is je bent echt... Dat is te sterk of zo. Ik weet niet wat het is. Maar het wordt niet weggeblazen. Dus daar kun je veilig bruggetjes van maken zonder dat de boel achter je omvergeblazen wordt. Kijk, dirt wel. En dat spul, dat rode spul ook, de netherrack. Is het dan daarom waardeloos? Nou, zo erg wou ik het niet zeggen, maar het is niet echt... niet echt een foundation waar je op kan bouwen, zeg maar, nee. Hop, hop. Hey. Gaan we lekker deze kant op, kan mij het schelen. Plaats een fakkel. Ik denk dat we ook al genoeg hebben zo. Hè? Een paar stacks zo, dat is wel redelijk wat.
enige wat ik eigenlijk wil is naar de overkant. Ik zat zo meteen net er even laten zien. Ik heb daar een klein beginnetje gemaakt met dat ik in ieder geval lichtelijk veilig kan lopen. Oh, dit is zo kut. Dirt is waardeloos hier. Jesus. Ah, fuck it. Laat ik maar. Ik heb al genoeg. Wij gaan lekker terug. Terug door de tunnel. Waar we nog steeds geen diamonds gevonden hebben. Jezus, weten jullie die aflevering nog? Waarbij ik... Nou, ik denk wel... Ik denk wel 3 tunnels, 4 afleveringen lang naar diamonds zat te zoeken. Dat was deze kant op en deze kant op. En eigenlijk zat het gewoon daar. Oh, je kon me niet pissig maken. Echt waar. Ik was zo neidig. Ik was er zo klaar mee. Maar ja, dan moet je een beetje volwassen blijven. En moet je denken van ja... Weet je... Shit happens. Oké. Dan laten we even eerst een heleboel shit laten we thuis. Wij nemen mee een pickaxe. Hier hebben we een heleboel. Ah, ik neem er een goede mee. Die laten we thuis. En oh, wacht. Wat doe ik moeilijk? Waarom zou ik niet gewoon deze combineren met deze? Mag deze thuis blijven. Schep nemen we mee. Al het eten is onzin. Dit is allemaal onzin. Het hoeft allemaal niet mee. Iron ore ook niet. Oh, dat kan ik hier helemaal niet in dumpen, joh. Zo. Dit is allemaal niet nodig. Nee. Nee, dat is allemaal stom. Deze is ook stom. En deze doen we in de oven. Oké. Kunnen we nou lekker gaan bouwen. En ja, als we vallen is het kut. Maar we moeten nu helemaal blaze vinden. Dus dit wordt misschien een beetje lichtelijk een suicide missie. Ben je klaar voor? Ik wel. Ho, 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 ho. Wacht, stop, ho, wacht. Wacht, ho, stop, nee. Jezus. Zat gewoon een zombie daar, man. Zag je dat? Wat deed hij daarin? Die zombie zat gewoon... Ik zat me kapot. Ik denk, ik ben dood. Maar het viel mee. Kijk, dit heb ik gebouwd. Zoals je hoort, zitten er allemaal beestjes om mij heen. En je hoort ook die... En ik wil die kant op. En dan moet ik ergens een stronghold vinden. Oké, daar gaan we dan. Mijn tip is, zodra ik dat stomme beest hoor, dan ga... Ja, ja, zodra ik hem hoor schieten... Oh. Ah, daar is hij. Hij ziet mij niet. Boom. Man, wat hebben die beesten een range, man. Ja, durf ik dat aan? Dat is de vraag. Ik zeg van ja. Dit is echt zo link boven de lava. En je zag net wat er gebeurde. Zodra die begon te schieten, begon ik in paniek te raken. Zag je dat? We kunnen op zich een stukje lager gaan. Red ik dat? Sowieso dat ik het red. Dan bouwen we een trappetje. Zo. Moet je eens kijken hoe mooi trappetje wij kunnen maken. Tyfusbeest. Stil. Ik wil je niet horen. Ja, dat al helemaal niet. Dat... Man. Zenuwbeest. Tyfus. Dit gaat verschrikkelijk fout. Oké, dat zat eraan te komen. Als het goed is mijn shit niet verbrand. Ik ben alleen wel 16 levels kwijt of zo. Superkut. Burn to death. Maar ja, je kan geen water meer nemen. Dat is een beetje het nadeel. Wow, ik krijg gelijk klappen zodra ik naar binnen kom. Please, laat het niet allemaal weg zijn. Ik was gewoon tot een crisp geburnt, hè. Zo snel. Daar beneden. Zie je daar mijn spulletjes liggen? Please, zeg maar dat de spulletjes liggen. Spulletjes? Ja. Oh, ja joh. Hoppakee, dank u wel. Ja, bedankt. En die is ook van mij. Vanaf waar wordt er nou geschoten dan? Ik zie niks. Ik doe lekker mijn spulletjes aan. Hoppakee. Niet dat het zo heel erg veel uitmaakt tegen deze beestjes. Die schieten met vuur. Dan sta ik in de fik. En dat is kut.
ik heb echt een hekel aan dat geluid. Ik weet niet wat jullie zit, maar... Zo. Oké, okay, de trap is gemaakt, dames en heren. Beetje een rare trap, maar het werkt. En daar draait het om. Pickaxe, die zou ik combineren, ja. Doe ik. Kijk, hebben we bijna een volledig hele pickaxe. Please do not fire upon me. Maak me niet dood. Doe het niet, doe het niet, doe het niet, doe het niet, doe het niet. Ik heb ook geen flauw idee of ik de goede kant op ga, namelijk. Ja, hé, hey, hallo? Hallo? Ik ben hier gewoon aan... Oké, die brug komt nog wel een keer. We moeten verder gaan, jongens. We moeten veel verder gaan. Zien wij al een... Niet schieten. Oh god. Zien wij al iets van een... Oh, dit is echt super link. Als ik hier... Dood ga, dan ben ik ook echt best wel dood. Dit is zo gevaarlijk. Waarom maak ik dit? Allemaal of alles voor de blaze. Ik heb nog steeds geen blaze gevonden. Oké. Okay. Oh god. Oh, ze zitten al wel heel dichtbij hoor. Maar zien ze me hier niet of zo? Zo. Een safe house. Prachtig. Haha. Oh jee. Mijn eten. Mijn eten is... Waar is mijn eten, joh? Huh? Ja, yo, YOLO. Please. Mooi, hij valt me niet aan. Dat scheelt. Oh god, ik word echt alle kanten opgeblazen. Stop daarmee. Oké, even mijn vloertje ook veilig maken. Oké, dan kan hij alleen via daar kunnen ze mij erin schieten. Waar zitten ze? Oh, boven me. Kijk, ik moet als het donder moet ik dit afmaken. Nee! Ah! Ho. Zo. Dames en heren, we hebben een veilige haven gemaakt. Alleen ik heb nog maar 56 blokken over. Ik ga het nog een keer op een rennen zetten. Dit komt helemaal goed. Wat kan er misgaan? Dat mijn eten op is bijvoorbeeld. Maar ik zie wel vaste land. Ik zie alleen nog geen stronghold. Dat is een beetje jammer. We gaan even kijken hoe ver we komen. Ik denk niet dat ik dan aan de overkant kom. Dat is natuurlijk, zou een beetje jammer zijn. Dan moet ik terug voor nog meer kobbel. En nog meer... Ik ga gewoon door. Het boeit me niet. Het boeit me niet. Het boeit me niet. Het boeit me niet of je me raakt. I don't care. Ik ga gewoon verder. Echt waar. Zie? Ik negeer gewoon wat je doet. Dat maakt me niet uit. Dit is zo link, dit.
Maar hij zit ze echt vol boven. Oh god, dat klinkt er niet goed. Ik weet niet wat er gebeurt boven me. Ik durf ook niet te stoppen, want dan denk ik dat ze me echt gaan focussen. 7, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Nee. Zo'n klein kutstukje nog? Oké, fuck it. Damn it. Als die beesten mij trouwens willen aanvallen, dan ben ik fucked, hè? Niet aanvallen, niet aanvallen, niet aanvallen. Goed zo, varkentje. Goed zo, goed zo. Goed zo, jullie zijn allemaal lieve varkentjes. Ja, jullie zijn super lief. Oké, gaan we... Ik kan mezelf doodmaken, maar dat vind ik een beetje zonde. Laat ik dat maar niet doen. Ik denk dat ik gewoon recht omhoog ga. Hop, 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 hop. Eten halen en dan... Jij gaat mij ook niet aanvallen, hè? Nee, je bent ook lieve varkentje. Ja, ze zijn allemaal lieve varkentjes. Oké. Goed zo, varkentje. Kijk, zo gaan wij omhoog. En... In die tunnel zijn we veilig. Blaas me dan niet af. Doe het niet. Hoppakee. Woe! En ik had echt nog maar 8 blokjes nodig of zo. Dat was het meest kutte van allemaal. Zo'n stukje nog. Zonde. Oké. Let's go back. Wat eten pakken. Even wat kobbel pakken. En ja, dan moet ik op zoek naar zo'n stom... Pardon? Wat hoort? Wow, alles zit in de fek. Dan moet ik op zoek naar zo'n stom ding. En oh, jij bent nog steeds bezig. Wauw, dat duurt lang. Op zoek naar een blaze spawner. Of losse blazers, maar waarschijnlijk een blaze spawner. Dat is wel wat beter. Pakken we El Super Pixo. Pakken we er even weer bij. En ik ga even lekker de mijn in. Dus ja, bedankt voor het kijken. Hier wil ik jou niet lastig mee vallen. Als ik weer genoeg koppel heb om mijn avontuur voor te zetten, laat ik het uiteraard even weten. En is dat een volgende aflevering direct. Dus, bedankt voor de feedback trouwens over de serie. Ik weet precies wat ik ga doen. Je gaat het zien zodra deze afgelopen is. Het zal nog een paar afleveringen zijn. Nog een paar dingetjes die ik moet doen. En dan kan ik de Ender Dragon verslaan. En dan gaan we lekker met z'n allen... Oh, het zijn spinnen. Die zitten hier. Ah, die zitten vast. Die kunnen niks. Stomme spinnen. Jullie kunnen niks. Goed. Ik heb jullie vastgezet. Dat doen we de volgende keer. Abonneer ondertussen eventjes op Gaming met TV. Doe deze video een like. Laat een reactie achter met... of je er zin in hebt. Dat ik weer een nieuwe serie doe. Dat je zegt van... Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Doe maar niet. Doe maar iemand anders. Dat hoeft niet. Laat maar even weten. En bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. Ciao.